Kijk, ik ben aangekomen op de eerste locatie met de motor. Hier ga ik een paar foto's nemen. Nu, het eerste wat ik wil laten zien is eigenlijk hoe dat ik mijn ik ga dus foto's van mezelf nemen op de motor. En de grootste uitdaging was eigenlijk hoe dat ik een statief zou meenemen. Ik heb niet echt, op dit moment heb ik niks om achteraan. Ik kan het daarop wel binden. Maar ik heb het eigenlijk opgelost door, of ik ga het toch proberen, met zo'n gorillapot te werken. Ik zal eens laten zien in de spiegel, kan ik het wel laten zien denk ik. Ik heb dus alles rond mezelf. Mijn fototoestel met de lens die ik nodig heb op mezelf. En dan die gorillapot rond die halsband. En zo heb ik alles mee. Ik ga even mijn statief opstellen. Ik heb de 16 mm 1.4 lens mee. Op de XE2. Oké, dus dit is de eerste opstelling. Zelfportretten, ik sta zelf mee op de foto. Ik heb mijn fototoestel daar, de XE2, opgesteld met de gorillapot. Zoals ik al zei, belangrijk. Zorg dat uw eigen materiaal niet op de foto meestaat. Let ook op de omgeving achter u. Daar liggen bijvoorbeeld blikjes. Achter mij ligt er ook wel wat vuil. Dan ga je het beste weg. Ik gebruik de remote app van Fuji voor de camera te controleren. En dan maak ik foto's terwijl ik daar zelf zo sta. Ik ga even laten zien. Dus dit is ongeveer het beeld wat ik neem. Maar dan nog met mezelf erbij. Het is een klein beetje meer zo. En nu ga ik eens proberen met de zon die door het wiel komt eigenlijk. En ik wil ook nog een foto waarbij, dus dan moet ik de camera aan de andere kant zetten voor de zon die door het wiel komt. Dus ik hem even omdraai. Zo. Het is ook een uur voor zonsondergang, dus golden hour, perfect. Voor schoon licht. Ik zou willen hebben dat de zon van achter de motor komt, zoiets ongeveer. En dan wil ik ook nog een foto. Ik denk dat ik maar 3 foto's ga kunnen maken. Dat eigenlijk al. Of 3 poses ga kunnen doen. Ik heb er meer in gedachten. Misschien nog snel even toelichten hoe ik te werk ga. Dus ik neem mijn camera en ik zoek een goede compositie. En het is pas als ik hem ergens afgezet heb, dat ik via de app, de remote, de foto neem. Dus eigenlijk bij landschapsfotografie ook. Ga je typisch met je foto's wel in de hand op zoek gaan naar een goede compositie. En gaat pas je statief opstellen van zodra dat je eigenlijk de juiste plek gevonden hebt. Oké, dus nu heb ik net de foto van daar naar daar genomen. Nu heb ik mijn camera daar opgesteld. Dan ga ik foto's nemen vanuit dit standpunt.
Oké, dat zijn die foto's van of mijn hiel gefotografeerd. Nu gaan we nog even van die boom daar, die twee bomen gebruik maken. En dan ga ik mij keren en gaan tanken. Ik ga de motor zo opstellen dat die naar die boom toe staat. Het is spijtig dat de motor zo opzij geleund staat. Hij zou eigenlijk nog wat rechter mogen staan. Maar ik denk dat ik kan counteren door van lager de foto te nemen. Ja. Dus dan denk ik dat ik gewoon wat meer omgeving nodig heb. Misschien heeft Tassen, kijk hier een stukje gras ook. Kan ik daar iets mee doen? Zo dat gras op de voorgrond. Dan die twee bomen. Oké, dat is dus wel een nadeel van die camera, dat je dus geen tilt screen hebt. Ik lig praktisch op de grond om die foto te maken.